Dag lieve vrienden, hoe is je daar? Hier is je goed. Ja, gaat gewoon lekker. Zeg, laten we eens gaan kijken wat er onder het doosje zit. Zeg, laten we eens gaan kijken wat ons Achmedje heeft opgestuurd. Ah, focusdrink. Nu denken jullie waarschijnlijk focusdrink. Wat is het? Wat is het? Zoals de drankjes zijn. Is het zoveelste de energiedrankje? Bam, bam, bam. En dat klopt, het is ook weer het zoveelste energiedrankje. Maar deze is van YouTuber Don de Jong. En god, hoe heet die andere? Royalistic, geloof ik. Weet ik niet. In ieder geval die andere YouTuber. Die hebben met elkaar een energy drink ontworpen. Wat gezonder is en beter voor de jeugd. Zo zou er minder suiker in zitten. En er zit geen cafeïne in. En nou, hartstikke lekker commercieel. Maar de vraag is natuurlijk... Is het ook lekker? Hier heb je focusdrink mango limoen. Bevat vitamine. Goed voor de concentratie. Bevat groene thee extract. Lekker man. En hier hebben we focusdrink. Focusdrink. Gewoon zonder smaak. Oké. En die is ook goed voor de concentratie. En bevat groene thee extract. Nou, hartstikke leuk. Maar het schijnt dus een soort energy drink te zijn waar je tandjes iets minder snel van rotten. Hier zit namelijk maar 4 gram suiker per 100 milliliter in. En dat schijnt heel weinig te zijn in energy drink land. Water, suiker, bijna 0,1% groene thee, karamel, zoetstof. Wat ik nu al niet begrijp, is dat je er suiker in doet en zoetstof. Dus je pleurt er suiker in en dat leng je dan aan, omdat het niet zoet genoeg is, met chemische zoetstof. Dat is niet echt een keuze maken, volgens mij. Maar goed, er zit inderdaad geen cafeïne in, waar die andere energy drinks helemaal van bulken. Er zit wel guarana extract in. En guarana is volgens mij herbal ecstasy. Dus dat is dan wel weer grappig. In deze met het smaakje mango limoen. Ja, daar moet dus mango en limoen in zitten, neem ik aan. En er zit paarse wortel en citroen in. Hier zit ook suiker in en zoetstof. De mango limoen smaak, waar je hier allemaal mangootjes en limoen ziet. Ja, dat is heel knap, want er zit helemaal geen mango en limoen in. Er zit citroenzuur in, een paarse wortel en safloer, god mag weten wat dat is. En dat is het. Dus er zit in de mango-limoen geen mango-limoen. Maar goed, we kunnen wel zeggen wat erin zit, maar dat gaat natuurlijk uiteindelijk om de smaak. Laten we wel proeven. Dit is natuurlijk bedoeld voor de young generation. En jonge mensen die zuipen het zo uit de flesje. Maar goed, daar gaan natuurlijk niet bij de reviews. Nou, er zit wel koolzuur in. Bij reviews willen we namelijk ook zien hoe het eruit ziet. Nou, dit ziet eruit als ochtendurine van een geit. En dit ziet eruit als ochtendurine van iemand met een nierbekkenontsteking. De gewone stinkt precies zoals energy drink stinkt. Naar kauwgomballen. Dat is precies de reden waarom ik het ook niet drink. Naast dat ik de energie niet echt nodig heb. Maar ja, gewoon die smerige kauwgomballen loeft aan. Zoals bij Red Bull en al die andere troep ook. Zo vies. Als dan iemand een blikje openmaakt in je auto, dan wil je toch... Het enige wat je wil is die auto nog in het water inrijden. Nou, dat is wel heel grappig, want het stinkt verschrikkelijk. Het smaakt naar bijna niks. Het smaakt naar, zeg maar, Red Bull aangelengd met water. Ja, dan kun je wel zeggen, ja, dit is minder schadelijk. Dat snap ik. Ik bedoel, als je whisky aanlengt met water, is het ook minder schadelijk. Alhoewel, hier zit nog steeds gewoon suiker in. Maar het is zo waterig als de neten. Het vreemde is dat er natuurlijk gewoon suiker in zit. Maar je proeft eigenlijk ook de zoetstof. Het chemische suikergoedje waar je nou, niet per definitie gaatjes van in je tanden krijgt. Overigens word je van zoetstoffen gewoon ook dik. Want je lichaam denkt nog steeds, ah, lekker, suiker. Hoppatee, opslaan die wenden. Dus ja.
Nu heb ik al heel wat energy drinken en naar binnen moeten werken. Vooral omdat Ahmed het heel leuk vindt dat ik het niet te bakken vind. Alleen, dit slaat echt nergens op. Dit slaat echt helemaal nergens op. Dan wordt het tijd voor de andere focusdrink met een smaakje limoen en mango. Wat er allebei niet in zit. dus dat hadden ze ook, waterkers andijvenstampot kunnen noemen. Of voetbalpomp groente bafroa. Want dat maakt namelijk niet uit. Want er zit er niet in. Nou ja. Hier hangt een lucht omheen. Wat doet denken aan. Ik denk een open wond. Een etterende open wond. Dit ruikt zo vies. Je wordt van de geur misselijk. En nu ben ik eigenlijk meer geïnteresseerd in de smaak. In de mango-limoen smaak. Want zoals jullie weten, en dat heb ik nu al een paar keer gezegd, zit er geen mango en limoen in. Hier is ook de smaak minder erg dan de geur. Ik moet eerlijk zeggen, hier zit gewoon eigenlijk ook weinig smaak aan. En als je dan toch op zoek moet naar een fruitsoort, kom je inderdaad niet bij mango en limoen uit, maar meer bij een beetje een abrikoosje. Zou het beter abrikozensmaak kunnen noemen. Er zit ook geen abrikoos in. Maar er smaakt het meer naar dan een mango en naar limoen. Op een of andere manier hebben ze dus een soort energy drink weten te maken. Waar geen cafeïne in zit. Dus ik weet niet helemaal waar je dan heel hard op moet gaan. Want voor de rest zit er bijna niks in. Maar dat de basis groene thee is, dat snap ik wel. Want met thee heb je ook zoiets van, ik zit eigenlijk een beetje water met een heel klein beetje smaak te drinken. En dat is dit ook. Er zit een heel klein pikkeltje in. Er zit een heel klein beetje smaak in. Het is erg zoetstof smakerig. Er zit net zoveel suiker in ook, dus dat maakt ook allemaal gemoer uit. En het smaakt bijna naar niks. En dat is zo knap, dat je iets zo kan laten stinken. Proeft nauwelijks, maar het stinkt als de pestpleuris. Nu hopen we natuurlijk dat die jongens rijk worden als ze het al niet zijn. Volgens mij zijn ze het al met die ontzettende scheidmelige filmpjes op YouTube die ze maken. Maar ja, als je hier nou de jongeren aan wil helpen van, we helpen jullie van je energy drink verslaving af. Neem een beetje focus drink. Ja, dan kan je lekker met je huiswerk aan de gang. Ben je lekker gefocust. Want bij ons krijg je niet zoveel cafeïne en suikers binnen. Maar cafeïne klopt. Suikers klopt niet, want het zit er wel in. En het smaakt gewoon helemaal naar niks. Dus stel dat je heel erg druk bent met een examen en je neemt twee slokken van dit. Dan denk ik dat je een beetje afgeleid bent. Dat je niet kan focussen op je werk, maar dat je een slok neemt en denkt, En je denkt, hé, het stinkt dus de pest, maar het smaakt naar niks. Raar. Tijd voor de cijfertjes. En Don de Jong die verkeering met Jultje Tieleman. Dus die hoeft helemaal niet wakker te liggen van deze onvoldoendes. Wat die andere gozer doet, weet ik trouwens nog steeds niet. Maar goed. Het is knudden. Het is knudden met een rietje. Het is geen energy drink, dat klopt. Het is ook geen frisdrank, dat klopt ook. Het is ook geen thee, dat klopt ook. Het is ook niet lekker, dat klopt ook. Het is eigenlijk gewoon the big nothing. Niets. Nakanada. Nopo. Napanaat. Nietje, niente, kakagare, kadagorgorgira, gizitina, hootika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 k
dan de zogenaamde limoen-mango, waar geen limoen en mango in zit. De gewone is aangelengde, goedkope energy-meuk. Het slaat gewoon nergens op. Dit is echt een 3 en meer is niet waard. Dan een iets hoger cijfer is eigenlijk voor de scam of all. Voor de focusdrink, functional drink. Met ingrediënten die er wel op staan, maar er niet in zitten. Ondanks dat deze ook stinkt als de neet. Het is gewoon een natte hond. Heeft hij wel een beetje smaak. Als je hem dan drinkt. Abrikozensmaak. Maar ja, goed, het is in ieder geval wel smaak. Dus deze die krijgt een 4.
Kan ik jullie aanraden om dit te kopen? Nee, zou het ook zeker niet doen. En als jullie kinderen omzeuren, dan moet je maar zeggen... Oom Jan vindt het smerig en niet gezond, dus het gaat niet door. Misschien accepteer ze dat en zo niet. Ja, jongens, ik heb mijn best gedaan. Nou, dag!